We zijn allemaal verschillend. En dat is geweldig. Soms zijn verschillen makkelijk te zien. Lengte, haardracht, oogkleur en zo verder. Andere verschillen zijn niet zichtbaar. Ons favoriete eten, angsten of speciale talenten. Interessant, de manier waarop wij de wereld zien is ook verschillend. Bijvoorbeeld, wat zie jij in deze tekening? De meeste mensen zien een eend. Maar sommigen van jullie zagen misschien een konijn. Wat je ook zag, je had gelijk. Dit is gewoon een trucagetekening. Om te laten zien dat alle hersenen anders werken. Je hersenen zijn de computer van je lijf. Het werkt anders voor ieder van ons. En bestuurt hoe je leert. Daarom zijn we allemaal goed in verschillende dingen. Hoe je voelt, daarom voelen we verschillende emoties. En hoe je communiceert. Soms zijn de hersenen zodanig verbonden dat het invloed heeft op onze zintuigen. En hoe we situaties en interacties waarnemen en lezen. Dat noemen we autisme. Vele mensen hebben autisme. Dus waarschijnlijk ken jij al iemand die autistisch is. En om deze reden is het handig om een beetje over autisme te weten. De speciale verbindingen in autistische hersenen zorgen er soms voor dat deze persoon goed is in dingen die wij moeilijk vinden, zoals wiskunde, tekenen of muziek. Het kan ook voor het tegenovergestelde zorgen. En activiteiten die wij te makkelijk vinden, zijn voor hen ongelooflijk moeilijk, zoals het maken van vrienden. De zintuigen sturen constant informatie naar je hersenen, over je omgeving en andere mensen. Maar wanneer iemands hersenen en diens zintuigen niet goed communiceren, kunnen de hersenen overweldigd en verward raken en invloed hebben op de manier waarop ze de wereld zien. Stel jezelf voor lopend over straat. Dit is hoe autistische hersenen dezelfde wandeling kunnen ervaren. Eng, of niet? Helaas kan in de meeste gevallen deze persoon niet hardop zeggen hoe hij zich voelt. Dus hoewel er chaos in hun hoofden heerst, lijken ze aan de buitenkant oké, maar niet in staat om hulp te roepen. We ontwikkelen allemaal gedragingen om ons kalm te voelen in oncomfortabele situaties. We kunnen de andere kant op kijken, onszelf knuffelen, op onze nagels bijten, friemelen, op onze lippen bijten, enzovoort. Evenzo ontwikkelen autistische mensen gedragingen die ze helpen met deze intense momenten om te gaan. Deze acties kunnen ongewoon lijken, maar het is gewoon hun manier om zich kalm te voelen. Als het gebeurt, betekent dit dat ze een moeilijke tijd hebben. Het aardige om te doen is niet het nog moeilijker voor ze te maken, door boos te worden, ze te negeren of ze te bespotten. Onthoud, alleen omdat een PlayStation geen Xbox-spel kan afspelen, betekent niet dat hij kapot is. Mensen met autisme hebben vrienden nodig, die bereid zijn om de tijd te nemen om ze te leren kennen. Door goede communicatie en genoeg geduld zal iedereen beter af zijn. Mensen met autisme zijn niet ziek of kapot. Ze hebben gewoon een unieke blik op de wereld. En met een beetje hulp van hun vrienden zijn ze misschien in staat om die blik met ons te delen. Autisme kan bijzondere dingen laten gebeuren.